Minister Albert Ramdin van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat in op de kwestie rond het bouwen van de nieuwe vergaderzaal. Volgens de bewindsman zullen er gesprekken gevoerd worden met de minister van Openbare Werken, maar zo ook met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ten aanzien van de UNESCO of die vergaderzaal, u bent net zelf binnengekomen hier. En ik wil het niet dramatiseren, maar we hebben er ook een beetje last van in termen van binnenkomst hier. Het is een klein gebied, het gebied dat zwaar is bebouwd. Dus we hebben ook parkeerplaatsen gaan we verliezen en ons personeel heeft ook last ervan. Maar ik wil niet voor mijn eigen belang opkomen. Eigen belang zijn het Bibusgebouw. Ten aanzien van UNESCO, minister Noor Mohammed, minister Ori en ik zijn met elkaar in discussie. Ik ga morgenmiddag een gesprek met ze hebben om over deze zaak te praten. En we gaan gewoon vanaf het begin weer beginnen om te kijken over de toewijzing, de kwestie van de effecten op de UNESCO voorwaarden en procedures. We moeten ervoor waken inderdaad dat we geen uitspraken doen die ons internationaal aanzien gaan verstoren. Dus wat dat betreft mag u erop rekenen dat wij als Bibis dat zullen inbrengen, dat we serieus moeten kijken naar wat de argumenten waren van UNESCO en ook ten aanzien van de archeologische aspecten. Want het is gebruik dat wanneer zo'n gebied dat toch een historisch karakter heeft en dat voor lange tijd bewoond is geworden, dat je de gelegenheid geeft aan archeologen om een paar maanden toch te kijken wat daar te halen is of wat daar ligt, wat ons een beetje inzicht kan geven in ons verleden. Dus ik zal ook daar persoonlijk op aandringen dat we die ruimte toch wel creëren. En ik weet dat er verschillende belangen zijn in termen van men heeft zo snel mogelijk een vergaderzaal nodig. In de planning van dit gebouw zou je verwacht hebben inderdaad dat de vergaderzaal reeds onderdeel zou zijn geweest van het hele project. Ik kan me niet voorstellen dat men niet heeft nagedacht over een nieuw parlementsgebouw zonder vergaderzaal. Maar goed, het zij zo. Maar dit is een kwestie dat morgen besproken wordt tussen de drie ministers. En we gaan er echt integraal naar kijken, inclusief het UNESCO-verhaal.